Dames en heren, jongens en meisjes, welkom allemaal op mijn survival eiland. We staan hier op mijn prachtige bruggetje die wij volgens mij in de vorige aflevering helemaal hebben afgebouwd. Inmiddels is er weer een prachtige boom hier gegroeid. Het heksenbasisdingetje is helemaal verslagen. En het is tijd om weer naar een nieuw eiland te gaan. En ik vind het tijd om naar dat mysterieuze ding daar te gaan. Ik weet namelijk niet helemaal wat het is. Maar zo te zien gaat het heel diep in het water. Dus laten we even deze boom hier hakken, zodat we naar dat eiland toe kunnen. En dan gaan we weer even wat missies halen, zodat wij de border groter kunnen maken. Alleen denk ik niet helemaal dat mijn exit hier gaat redden. Volgens mij gaat hij elk moment breken. Ja, die is kapot. Oké, niet dat het heel veel uitmaakt. Althans, laten we maar voor de zekerheid even een nieuwe ex maken. Gaan we hier lekker naar mijn knusse huisje, jongens. Ik ben zo blij met het huisje. Openen we even de deur. Gaan we even hier naar mijn kelder die we hebben inmiddels. Dan kunnen we hier, kunnen wij maken van al het ijzer dat we hebben, een nieuwe ex. Hatse flats, hoppakee. En dan ga ik ook eerst heel eventjes naar het eiland daar. Want daar hebben we, als het goed is, hebben we oakhout. En ik wil de bruggen wel allemaal een beetje van het oakhout hebben. Zodat het op zijn minst nog een beetje met elkaar matcht. Oh, daar is een huisje, jongens. Oh, dat ziet eruit als een leuk huisje om te wonen. Kijk, mijn huisje is ook leuk, maar dat huisje ziet er helemaal leuk uit. Oké, een paar afleveringen geleden heb ik hier al deze oakbomen geplant. Laten we die gelijk dan maar ook eventjes hakken. En ik heb een paar afleveringen geleden heb ik deze dungeon hier. Wat is het? Een ancient cave. Die heb ik voor de helft helemaal kunnen verslaan. Komt-ie. Ga snel de spanner uitschakelen hier. Spanner uitschakelen. Ja, oké. Spanner is uitgeschakeld. Omhoog klimmen. Oké. Maar het was nog niet helemaal klaar, jongens. Want toen was de border nog niet groot genoeg. Dus laten we hem nu een keertje helemaal reden. Want daar zijn nog kisten. Oh mijn god, ik schrik me kapot. Oh, laten we snel even kleding aandoen. Ik schrik me helemaal kapot. Er is ergens hier een skeleton. Oké, maar het goede is, jongens, ik heb nog die missies die zeggen dat ik nog 15 skeletons, 15 creepers en 15 spinnen moet vermoorden. Dus laten we even kijken of we dat ook gelijk kunnen doen. Oh god, een skeleton. Oh, die moeten dood. Skeletons zijn namelijk echt gevaarlijk, jongens. Auw. Oké, kom op. Ja, skeleton is dood. Zombie heb ik volgens mij al, de zombie missie. Oh god, dit ga ik niet overleven. Oh, dit ga ik niet overleven. Oh mijn god. Waarom ga ik die springkeer ook gewoon in alsof ik het makkelijk kan overleven? Dit ga ik niet redden. Oh mijn god. Drie hartjes. Weg hier. Hier was ik niet op voorbereid. Ik dacht, ik spring gewoon even naar binnen alsof het niks is. Maar kijk hoeveel monsters er zijn. Oh mijn god, hé. Dit moet ik met de pijl en boog gaan oplossen. Kijk, met de pijl en boog kan ik makkelijk die skeletons aan. Heb ik blok om omhoog te gaan? Ik heb hout hier. Wacht even hoor. Oh my days. Dit was niet zoals ik het had verwacht, jongens. Ik had verwacht dat dit wat makkelijker ging. Laten we even snel een pijlenboog pakken. Althans, een betere. Ik heb een betere dan deze en ik heb meer pijlen volgens mij. Althans, ik hoop het. Want dit was wel echt heel moeilijk om te doen. Oké, een volle boog hebben we hier. En ik heb maar één pijl, dat meen je. En ik heb hier 5 pijlen. Meer heb ik niet. Zeg maar op zijn minst dat ik flint of zo heb. Ook niet. Oh jongens, dit wordt nog wat. Ik weet niet of het verstandig is om deze dungeon nu te gaan doen. Oh god, ik sprong te vroeg. Oh jee. We zijn er weer, jongens. Even kijken. Kan ik hier met wat pijlen... Kijk, skeletons die kunnen we wel doden van een afstandje. Dat is het probleem niet. Maar dan moet ik eigenlijk die spawners moet ik even pakken. Want ze spawnen natuurlijk ergens. En die creepers zijn ook het grootste probleem niet. Het zijn gewoon echt deze skeletons hier. Die mij het leven een beetje zuur maken. Oh god. Als ik die skeletons zou kunnen doden, dat zou al heel wat zijn. Ik heb een pijlen nodig. Auw. Oh nee, ik ben dood. Oh mijn god. Oh mijn god, een half hartje. Eén hartje bedoel ik. Oh mijn god. Weg hier. Omhoog. Volgens mij hebben die creepers me gered. Dit moet kapot. Die kan ik omhoog bouwen. Oké, we zijn hier. Dit is wel even veilig. Heb ik licht? Ik heb geen licht bij me. Hierheen bouwen. Deze dingen looten. Een golden apple. Dat is al heel wat. Kopperts neem ik ook al mee. Nog een golden apple. Armor trims. Oké. En nog meer eten en blokken en weet ik veel wat. Is dat alles? Volgens mij is dat alles wat ik kan looten. Trouwens, waarom denk ik moeilijk? Ik kon hier ook gewoon heen bouwen zoals dit. Waarom gebruik ik? Ik verspil al mijn hout. Ik ben al mijn hout aan het verspillen. Jij gaat dood daar. Jij gaat dood. Jij daar. Ja. Oh. Oké. Ik vind het niet leuk in deze grot, jongens. Het ding is, ik moet wel echt nog een paar skeletons en creepers zien te killen. Want als ik die missie haal, dat zou echt top zijn. Kijk, die zombies boeien me niet zo. Die missie heb ik al lang gehaald. Het is echt heel eng hier. Maar ik heb armor trims. Wacht even, jongens. Daar kan ik volgens mij wel wat leuks mee. Oké, laten we eerst even die bomen gewoon hakken. Want dat is eigenlijk de normale reden waarom ik hierheen kwam. Ik kwam hier helemaal niet voor die grot. Ik kwam hier voor de bomen. Uiteindelijk ben ik die hele grot ingegaan. Oké, dan wordt het ook nacht. Dus laten we maar snel teruggaan. Gaan we even lekker mijn bedje induiken om het weer dag te maken. Zo. Altijd veilig in mijn huisje weer. Goed, dan volgens mij heb ik... Oh, ik dacht dat ik van die armor trims het andersom kon. Wat moet ik nou met een armor trim?
Ik dacht dat ik die kon ruilen, maar blijkbaar niet. Misschien met een andere villager. Ik heb er namelijk nog meer. Hier hebben we er ook één. Kan ik hem ruilen hier? Nee, hij kan er maar eentje krijgen. Maar ik wil hem zeg maar verkopen in plaats van houden. Met jou misschien hier beneden. Ook niet. Ook alleen maar verkeerd om. Oké, dan is het maar even niet anders. Dan ga ik het maar even hier allemaal bewaren. En dan gaan we nu verder met het plan waar ik eigenlijk de video mee wilde beginnen. En dat is dat pad naar dat nieuwe eiland maken en naar daar. Want ik wil weten wat dat daar is. Daar ben ik heel benieuwd naar. Kijk, we kunnen heel wat slabs maken. Dat is een groot voordeel. Waardoor we gelijk het pad kunnen... Oh, die zombie gaat verdrinken. Zombie, nee! Nee, niet verdrinken! Ja! Challenge Cherry Eiland behaald, jongens. De border is weer groter geworden. We hebben weer een nieuwe missie gehaald. Dat betekent dat de border groter is. Oh, dit heeft ook een huisje. Wat een gezellige boel hier. Heb ik dit hout nodig? Nee, hè? Niet zozeer. Nee, dat kunnen we ook gewoon terugplaatsen. Hallo, konijntje. Er is hier een huis. Alleen daar kunnen we nog niet bij. Maar we kunnen wel daarheen. Oeh, dat is een dungeon. En hij staat dat hij moeilijk is. Dat het een moeilijke dungeon is. Maar even goed wil ik er even heen. Ik wil even goed even kijken wat ik daar kan doen. Als hij echt moeilijk is, dan is het misschien niet heel verstandig om te doen. Want dan gaan we waarschijnlijk 100% dood. Maar toch wil ik even kijken. Gewoon even koekeloeren. Oké, we zijn er. En zo te zien zit er obsidian hier. En bedrock en weet ik wat. Is obsidian geen missie? Even kijken hoor. In mijn missielijstje hier. Ja. Obsidian, dat heb je nodig. Ja, en ik heb een pickaxe ervoor. Laten we even wat obsidian hakken. En hebben we een nieuwe missie behaald natuurlijk. Daar komt hij, hè. 1, 2, hoppakee. Challenge obsidian behaald. Oké, laten we dan ook naar beneden gaan. Ik kan in één keer naar beneden vallen. Dat gaan we dan ook maar doen. Water is giftig. Natuurlijk is water giftig. Oh mijn god, dat was ik helemaal vergeten. Challenge dungeon ook behaald. Oké. Dus dat betekent dat we wel heel ver nu zijn. En ik hoor wel allemaal monsters die ik niet wil horen. Zoals een skeleton. Oh, een wither. Oh, wither skeletons. En normale met een flame pijlenboog. We gaan hier weg. We gaan hier weg, jongens. Dit is niet voor mij bestemd nu. Dit is niet voor mij bestemd. Komt-ie. 1, 2. Even snel zo omhoog. Maar we gaan hier weer naar boven parcouren. Leuk. Maar die komen we later nog wel een keertje terug. Voor nu is het niet heel verstandig om hier in te gaan, denk ik. Het enige wat ik dan zie gebeuren is dat ik doodga. Zijn we al boven? Oh mijn god, we zijn er nog steeds niet. Het is echt een lange trap, dit. Hier moet ik een keer terugkomen als ik full diamond armor heb. En gewoon enchants en weet ik wat. En ik eigenlijk weet dat ik niet dood kan gaan, weet je? Het is nu gewoon te gevaarlijk. Maken we het pad, maken we wel gelijk even mooi. Kunnen we hier voortaan wel gewoon naartoe als we willen. Dat is wel een heel groot voordeel. Hoppakee, dat ziet er ook weer goed uit dan. Maken we het pad hier ook gelijk wat breder. Zo, dat ziet er ook netjes uit. En nu heb ik nog best wel iets over. Dus dat kunnen we mooi gebruiken om dit pad ook een keer goed te maken. Als het goed is, redden we dat makkelijk. Zo, helemaal netjes. En ik heb het gevoel dat ik hier vorige keer kisten heb gemist, jongens. Ik weet, het hele huis heb ik onderzocht of zo. Maar ik heb het gevoel dat hier misschien in het water nog kisten zit of zo. Kan het ook fout hebben natuurlijk. Maar voor mijn gevoel had ik niet alle kisten gepakt. Maar ja, hè? Misschien ook weer wel. Je weet het niet. Hier nemen we het kampvuurtje nemen we mee. Ja, het moet haast wel. Ik bedoel, er is niet echt veel anders of zo hier. Naast alleen nog maar wat kelp. En nog een kampvuurtje. Maar trouwens, dan neem ik alleen de charcoal mee natuurlijk. Oh, wat stom. Lanterns, die wil ik wel meenemen. Dat is altijd fijn. Mooie detailblokken. Nou, het huis had ik toch helemaal al geloot. Laat maar dan. Hakken we nog even deze bomen. Want dan kunnen we namelijk de vensters op onze bruggen plaatsen en zo. Zo, boompie is helemaal gehakt. Dan hebben we gelukkig een crafting table bij me. Kunnen we even hiervan, kunnen we bijvoorbeeld allemaal sticks maken. En dan mixen we dat met blokken. En dan hebben we precies genoeg. Oh, we hebben precies 3 stack fences. Wat is er, konijntje? Wat wil je van me? Oh, ik heb een worteltje in mijn handen natuurlijk. Wil jij een worteltje? Hier heb je een worteltje, alsjeblieft. Ik denk al, waarom kijkt hij me zo aan? Ik heb toch helemaal niks voor jou? Maar ik heb natuurlijk een worteltje in mijn handen. Pong, 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 pong. En de andere kant ook. Helemaal netjes dit. Hallo konijntje, ik heb jou een wortel gegeven. Laat me met rust. We gaan hier het pad ook even netjes. Maar heb ik dan nog over? Oh, dan heb ik nog over zelfs. Ja, dan heb ik 100% nog over, jongens. Dan kunnen we het zelfs daar naartoe doen. Alleen ik denk niet dat ik daarvoor genoeg heb. Want ik moet ook dat pad nadenken. Dat, ja. In de nabije toekomst zal ik wel veel meer hier zijn dan aan de andere kant. Ga eens weg, konijntje. Ik heb je al gegeven. Laat me met rust. Ik eet het zelf lekker op. Volgens mij staat op dit... Ja, hier staat ook nog een villager. Wat heb jij voor mij? Jij kan... Voor emeralds kan ik mos regelen. Er is ook mos nodig. Waar zou ik mos voor nodig hebben? En zand en gravel en... Wat is dit voor Anne? Wat heb jij voor rare deals voor mij? Is dat een missie die ik specifiek moet behalen of zo? Waarvan ik het nog niet weet. Mushroom Eiland. Bezoek het Mushroom Eiland. Dat is ook nog een missie. Welk eiland is dat? Het Mushroom Eiland. Ah, helemaal daar. Kijk, ik moet ook nog dit eiland bezoeken. En ik moet de toren hier nog bezoeken. Oh, de toren heeft wel heel veel kisten, jongens. Maar zo te zien heeft de toren ook skeletons. Wat zijn dat? Dat zullen wel zombies zijn. Daar ook zombies. Oh, dat is echt niet te doen.
Dat gaat echt niet te doen zijn. Bij 2000 likes op deze video ga ik de toren, de volgende aflevering, en dan ga ik die creeper die je daar achter me ziet, gaan we doodmaken. Maar dan moeten jullie wel nu liken. Goed, ik ben er klaar voor om nog een poging te wagen om wat skeletons te vermoorden, zodat we misschien die missie kunnen halen. En dan kan ik ook gelijk die spawners hiervan slopen en dan wordt het heel makkelijk. Maar daarvoor moet ik wel echt die skeletons dood hebben. En die missie eerst behaald hebben voordat ik die spawners kan slopen. Skeletons, waar zijn jullie? Kom op. Ik weet in ieder geval waar die spawners vandaan komen. Kijk, die zombies die komen wel goed, weet je. Dat is niet zo moeilijk. We hebben hier ook nog... Nee, deze kisten hadden we allemaal al geloot. We hebben hier ook nog golden apples. Waar spawnen die skeletons? Is een hele grote vraag voor mij. Zijn 100% zijn ergens spawners? Ik gok ergens aan de andere kant. Kijk, want daar zijn er 2 en hier zijn er 0. Waar? Oh, waar? Ah, dat is een zombie spawner. Die kan ik wel van slopen. Daar hebben we namelijk op het moment even niks aan. Jou ga ik gewoon slopen. Hoppakee. Dat is een zombie miner. Ja, die kunnen we wel telkens doden, maar daar hebben we toch niet zoveel aan die miners. Even een lantern doen we trouwens in mijn tweede hand. Zien we wat. Creepers moeten we ook doden. Is ook een missie. Moeten we er 15 doden. Ik weet niet als een ontploffen telt. Dat is een grote vraag. Waar spawnen die skeletons? Ik heb nog geen spawner gezien, maar ik zie... Kijk, hier weer de creeper en skeletons. Waar komen jullie vandaan? Au. Oh, wat zijn die skeletons irritant. Wat zijn jullie irritant? En waar kom je vandaan? Oh mijn god, je weet een skeleton achter me. Oké, snel die spawners zoeken. Dan weet ik waar ik moet slopen zodra ik genoeg skeletons heb gekild. Voor nu is het wel handig dat die spawner er is natuurlijk. Hallo, creeper. Hallo, jongen. Jij bent ook dood. Jij gaat ook dood. Waar is die spawner? Ik zie hem ook gewoon niet. Of komt het gewoon dat ze spawnen omdat het zo donker is? Dat zou ook kunnen, hè? Omdat het wat donkerder is dat ze spawnen. Dus elke keer als ik wegloop en ik kom terug... Dat er dan in één keer nieuwe skeletons en creepers zijn. Zou natuurlijk ook gewoon nog steeds kunnen. Oké, nu met deze theorie zouden we even naar boven kunnen bouwen hier. En zouden we weer terug kunnen komen om te kijken of ze gespand zijn. Halen we wel even een zwaardje gelijk op. Aan de kant schaap. Is het water ook voor jou giftig? Voor jou weer niet, hè? Als ik erin ga, dan ga ik dood. Maar als jij erin gaat, gebeurt... Nou, jij moet gewoon dood. Kom hier. Hoppakee. Oké, we hebben hier een mooi zwaardje. Die nemen we even mee. En als we terugkomen en er zijn weer beesten gespand, dan weten we genoeg. Dan zijn het helemaal geen spanners, maar spanners gewoon omdat het donker is. Want in principe niet een slecht ding zou zijn. Oké, we zijn weer beneden aangekomen. Ik zie een creeper, dat is goed. Ik zie één creepertje. Maar zijn er ook skeletons? Ja, skeletons, creepers. Het is gewoon omdat het donker is, jongens. Gewoon de standaard normale Minecraft-spans zijn het. Hier komen. Oh, wat zijn het er weer veel. Oh, het zijn er wel weer heel veel ineens. Hoe kan dat? Hoe kunnen het er zoveel zijn? Kom maar hier, creeper. Kom maar hier. Au. Ah. Ah! Ah! Oh! Oh, dit is irritant! Die skeletons en die creepers zijn irritant. Ja, oké, creepers zijn dood. Skeletons zijn met elkaar ruzie aan het maken. Oké, er is eentje dood. Oh mijn god. Oh nee, oké, ik ben klaar, ik ben klaar. Ah! Golden apple! Tijd voor de golden apple! Oké. Ik wil van alles ontploffen. Jeetje, ik ben echt 2 seconden weg, hè? Oké, ik kan ze wel doodmaken. Dat is goed. Kom, sterf. Sterf, ik wil de missie behalen. Ik wil de missie 15 skeletons vermoorden behalen. Zo moeilijk kan het zijn er 15 creepers. Alleen die creepers blazen alles op. En die skeletons die hebben ruzie met elkaar, waardoor ze elkaar vermoorden. En dan krijg ik de missie weer niet. Oké, we hebben als het goed is weer helemaal leeg. Oh mijn god, je bent 2 seconden weg. En het is gelijk weer gewoon horror. Allemaal blokken in mijn inventory die ik helemaal niet wil. Nou, laten we maar weer naar boven gaan. En dan weer naar beneden. Hé, ik hoor nog een skeleton. Ja, hier komen. Kom maar. Hoppa, je bent dood. Ik weet niet of dat telt, maar je bent dood. Naar boven. Lopen hier even een rondje, eten even een worteltje. En dan gaan we weer naar beneden. En dan vinden wij hier helemaal niks. We zijn te vroeg naar beneden gegaan. In de tussentijd kunnen we dan wel naar het Pillager-eiland, denk ik. Althans, ik weet niet of ik genoeg blokken heb. Maar als we een beetje bij het randje komen, dan krijg ik die missie ook behaald. En dat is ook weer goed. Ik weet niet of ik het ga redden. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Laatste blokkie. Nee, ik red het net niet. Wat als ik heen en weer zwem? Komt-ie. Zo, ja, missie behaald. Snel terug in. Oeh, snel terug op. Oh, oké, de missie is behaald. Dus we hebben net aan op tijd dit ding kunnen halen. Cherry Island. Ik dacht dat dit de... Ik dacht dat dit Dinges Island heette. Pillager Island. Oké, we gaan weer naar beneden. Er zal vast wel wat gespand zijn weer in de tussentijd. Ja, er zijn weer dingen gespand. En ik heb ook een pijl en boog. Dus, hallo meneer de skeletons. Au, mini zombie, ga weg. Laat me met rust. Skeletons, ja, jullie zijn er. Top. Hier komen. Sterf. Ja. Ja, we hebben de missie behaald, jongens. De skeleton missie. Oh, wat ben ik daar blij mee. Nu alleen nog die poepcreeper missie. Dan hebben we die ook gehad. Dus laten we deze creeper hier eventjes met mijn pijl en boog pakken. Hoppakee. Ja, die hebben we ook. Is er nog een creeper? Ding is, je kan ook niet zien hoeveel je er al hebt. Maar trouwens, hier. Ik kan kijken hier bij mijn statistieken. Ik heb 5 creepers pas gepakt. Ik moet er 15. Weet je wat? Dat is een probleem voor in de toekomst. We hebben in ieder geval de skeleton missie behaald. De border is weer groot genoeg om daarheen te gaan. Waarschijnlijk ook om naar andere dingen weer te gaan.
Dat eiland kunnen we hier nu helemaal bezoeken. We kunnen daarin gaan. We kunnen mogelijk al naar de UFO gaan. Dat zijn weer heel wat dingen voor de volgende aflevering. Maar eerst gaan we voor die 2000 likes. Dus voor nu, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker niet te liken. We gaan voor 2000 likes. En vond je het nou zo leuk? Vergeet dan ook niet te abonneren. En vond je het nou nog leuker dan leuk? Kijk dan even lekker deze video. Dit is namelijk het vorige deel. Heb je het nou nog niet gezien? Moet je hem zeker even kijken. En dan nu spreek je later glaasje water. Tot de volgende keer. Boom!